Door een mysterische omgeven bijeenkomst, de Bilderberg-conferentie. Volgende maand is het weer zover. En dan komen de machtigste mensen ter wereld, waaronder koningin Beatrix, weer bij elkaar. En schrijver Daniel Estulin die probeert het Bilderberg-mysterie te ontrafelen. To be a Bilderberger, you have to own a piece of the earth. If you don't own a piece of the earth, you can never be a Bilderberger. Het clubje van de allermachtigste mensen op aarde komt volgende maand bij elkaar in Turkije voor de Bilderberg-conferentie. Het blijft een geheimzinnig gebeuren. The participants know the dates, but until the very last moment they don't know the place. Onder het mom van een gezellig lang weekend passeren de grootste wereldproblemen de revue. They're just meeting to play golf, and while they play golf and have a massage and play dominoes and show photographs of their children and grandchildren, they talk a little bit about politics, nothing important. Het energieprobleem is tijdens de conferentie een hot topic. De oplossing daarvoor is volgens de Bilderburgers heel simpel. They need to eliminate a substantial part of the world's population. Now there's documents, a 1974 document written by the United States government, signed by Henry Kissinger and Richard Nixon, where they're talking about the need to eliminate 3 billion people off the face of the earth. Een belangrijke voorman van het beruchte vergaderclubje was Prins Bernhard. Wel een discussiegroep. En voor zover ik begrepen heb van mijn vrienden nu die deelnemen en van Trix natuurlijk ook en dat is zo gebleven. I think everybody felt that he was the perfect person to be the presiding officer. What they needed is a royal face, and of course they had one in a charismatic character of Prince Bernard. Als Bernard ertussenuit glipt, neemt zijn dochter Beatrix het stokje over. Prince Bernard's role was initially as the glue that held the whole thing together. I think Beatrix is a far more important member of the organization than Prince Bernard ever was, because I think she's much more intelligent. Ja, maar Beatrix is trouwens geen voorzitter van die Bilderberg-conferentie, is gewoon deelnemer. Net als zo'n beetje alle Europese vorstenhuizen die daar vertegenwoordigd zijn door prinsen of staatshoofden. Het is een geheimzinnige club van 130 man die dus één keer per jaar op een geheime locatie bij elkaar komt. Dit jaar is hij in Istanbul, dus zo geheim is die plek niet meer. Maar dat wordt pas kort van tevoren echt bekendgemaakt. Ook de deelnemers worden pas zo... Maar wanneer is die dan? Dat is pas eind mei. En nu is al bekend dat het in Istanbul is? Ja, dat is toch al bekend. Dat is uitgelekt, want die organisatie die heeft ook lekken daarin zitten. En er zitten journalisten constant boven die Bilderberg-conferentie, zoals deze meneer die dat boek geschreven heeft. En die brengen dat dan naar buiten. Maar een geheimzinnige club die volgens deze man in het filmpje, die een heel boek vol complottheorieën heeft geschreven, is de Bilderberg-groep. Is erop gericht om een soort wereldeconomie te bewerkstelligen met één wereldregering. Dat zou dan de VN moeten zijn. Al het contante geld zou moeten worden afgeschaft, want dan kun je dan beperk je mensen in hun vrijheid. Het moet allemaal één groot geheel worden en zelfs een deel van de mensheid moet worden uitgeroeid, zodat er meer overblijft voor de rest. En alles draait dan om de energievoorraden die er nog zijn in de wereld en wie het daarover voor het zeggen heeft. Maar is toch ook onze koningin? Ja, maar het is allemaal heel geheimzinnig. Ze praten daar dus over grote plannen om die economie aan te pakken, zoals jij dat zegt. Ja. Maar worden er daadwerkelijk adviezen uitgebracht aan bedrijven, aan regeringen, aan ministers? Ja, men zegt, niemand weet dus wat er exact besproken wordt. Hè. Dus je moet maar afgaan op dit soort journalisten die dat boven tafel proberen te krijgen. Dat daar bijvoorbeeld de oorlog in Kosovo bedacht is. Of de inval in Irak. Daar heeft men daar voor het eerst ook over gesproken dat dat moest gaan gebeuren. Dat soort dingen worden daar dus op de kaart gezet. En dan lekt dat zo langzaam door in de belangrijkste regeringen. Maar wat vindt nou, want zijn er nooit vragen gesteld dat het staatshoofd van Nederland? Jazeker. Ja, we hebben vandaag nog even contact gehad met Harry van Bommel. Die heeft vorig jaar van de SP. Die heeft vorig jaar Kamervragen erover gesteld aan minister van Buitenlandse Zaken. Van waarom is onze koningin daarbij en wat wordt er nou besproken? En dan wordt er gezegd, nou ja, het is een geheime conferentie. Doen we verder geen mededelingen over. En het valt onder de verantwoordelijkheid van de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken. Maar die betalen het ook. Wij betalen het. Of betaalt ze het zelf? We betalen allemaal een stukje mee. Maar de hele conferentie wordt vooral gefinancierd door de grote industriëlen die deel uitmaken van die club. Die pompen daar flink wat geld in. Want je hebt er ook weer voordeel bij, hè, als ze zelf ook weer wat centjes terugkrijgen uiteindelijk. Maar het is een geheimzinnige club en het is ook nuttig om erbij te zijn. Bill Clinton was er in 91, werd in 92 gekozen tot Amerikaanse president. Tony Blair was er voordat hij premier van Engeland werd. Maxime dus Verhagen was er vorig jaar, is nu minister van Buitenlandse Zaken. Dan moet je daar uitgenodigd voor uitgenodigd dan, zijn. Dan proeven de leiders van de wereld even of je geschikt bent voor de job. En als dat zo is, dan krijg je de zegen. Daar lijkt het een beetje op. Wouter Bos zit er niet. Nee.